Ja, welkom bij de bespreking van het raadsvoorstel weigering verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een short stay accommodatie aan de Sloterweg 327 te Bad Hoefdorp. Vanmiddag heeft de hoorzitting plaatsgevonden en waar mevrouw Van der Horst het woord heeft gevoerd. Daarnaast is er gisteren via de raadsinformatie een begeleidende brief verstuurd ten behoeve van de behandeling van vanavond. Er is geen inspreker verder. We starten met de eerste termijn waarvoor spreektijden gelden. En ter afronding van het eerste termijn krijgt het college de mogelijkheid om vragen te beantwoorden. Ik wil vragen wie er wil beginnen. Meneer Vermeulen wil beginnen. Nou, krijgt hij het woord van mij. Nou, waarvoor vriendelijk dank, voorzitter. In juli zei collega Rip wat voor een prachtig plan die dit vond en waarop de wethouder antwoordde dat dit het slechtste plan was wat hij ooit had gezien. En in het licht daarvan moet ik zeggen dat dit het slechtste raadsvoorstel is wat ik ooit heb gezien. Het is niet voor niets dat de raad in juli 2023 unaniem de motie short stay aannam en het college de opdracht meegaf een startnotitie voor te bereiden voor het ontwikkelen van short stay beleid. En de resultaten van deze startnotitie hadden in Q4 2023 aan de gemeenteraad ter bespreking moeten worden aangeboden. En in de beargumentering zien we nu dan ook het college worstelen met het ontbreken van een juist toetsingskader. En wij vinden dat dat niet het probleem mag worden van de aanvrager. Het creëren van nieuwe woonsituaties langs de A9 zou geen optie zijn, zo stelt het college, aangezien de A9 is omgelegd om de leefbaarheid te vergroten. Dit argument snijdt wat ons betreft geen hout. Ten eerste, short stay wordt gelet op de vergunning afgegeven op Schipholweg 275 in onze gemeente allang anders beoordeeld. En een minuut verder, langs de A9 in het ondernemende Amstelveen, wordt in het voormalige KPMG-kantorencomplex de laatste hand gelegd aan de major. Volgens de bouwer 8 hoogwaardige residenties van internationale allure, pal op de A9, geen vuiltje aan de lucht. De locatie bevindt zich voorts, zo wordt gesteld, langs een van de polderlinten van onze gemeente. We willen de polderlinten herkenbaar houden. En ook dat is fout voor zitter. We hebben juist met z'n allen vastgesteld dat we geen beperkend beleid willen aan de hand van de visie polderlinten. En dat die visie niets meer is dan een haakje voor het houden van een goed gesprek. En daarbij, er ligt al een onherroepelijke vergunning voor een logistiek centrum. Daar ga je met je polderlinten. Blijft over het bestemmingsplan en dat kunnen wij aanpassen, want short stay, voor zover geen bedrijf zou zijn, sluit aan bij een duidelijke woonbehoefte en de bouwhoogte lijkt ons ook geen probleem, gezien er reeds een alternatief logistiek centrum gepland staat. Verder moet het college voorzichtig zijn met het opwerpen van barrières voor ieder plan in onze gemeente door met vergezochte argumenten en halve waarheden te komen. Die komen namelijk als een boemerang terug als je zelf of partijen die jou in de tang hebben iets willen ontwikkelen in dit gebied. Bij gebrek aan positieve grondhouding komt de fractie van Fortse daarom met een amendement, inmiddels ook gesteund door BVNL, Partij van de Arbeid en SRH, om alsnog een verklaring van geen bezwaren af te geven. En de nodige onderzoeken naar vleermuizen en marterachtigen kunnen in de aanloop naar de bouw allemaal nog plaatsvinden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Vermeulen. Gaan wij door naar meneer Meijer van BVNL. Dank u wel, voorzitter. In juli vorig jaar spraken we eerder over dit voorstel. De fractie van BVNL heeft toen al aangegeven het initiatief van harte te ontarmen en te ondersteunen. Om allerlei redenen achten we het plan in tegenstelling tot de wethouder wel passen bij de locatie. We denken dat de initiatiefnemer grondig te werk is gegaan met het ontwerp en de voorbereiding. We hebben nu simpelweg woonruimte nodig. Zowel voor de lange als korte termijn. Wij zijn blij met de brief van de advocaat van de initiatiefnemer, waaruit blijkt dat er dus degelijk kaders voor een short stay locatie zijn gesteld door de raad. Wij sluiten ons dan ook graag aan bij het abonnement van Fortsa om de verklaring van geen bezwaar te verlenen en de ontwikkeling van deze short stay locatie mogelijk te maken. Ik heb het al eerder aangehaald, voorzitter. Het college beleid met de mond het standpunt dat het openstaat voor buitengewone maatregelen. Of zo zeggen ze, out of the box, de oplossingen en nieuwe ideeën. Maar telkens als er een ondernemer of ontwikkelaar komt met een plan, dan maakt het college omtrekkende bewegingen en weet soms wonderlijke gronden te vinden om plannen
af te wijzen. Of we willen of niet, ze zullen moeten bouwen wat we kunnen. En de fractie van BVNL ziet in dit plan een prima bijdrage aan de huisvestingsproblematiek dat zowel voor experts, spoedzoekers als arbeidsmigranten soelaas kan bieden. Als het om asielzoekers of vluchtelingen gaat, staat de deur van dit college wagenwijd open. Er worden hotels afgehuurd, ja, zelfs aangekocht, om die groep te huisvesten. Het college laat hierbij het nakijken aan andere groepen belanghebbenden die in veel gevallen ook nog eens meer bij te dragen hebben aan de lokale samenleving en de economie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Meijer. Gaan we door naar mevrouw Roos van Forum van Democratie. Dank u, voorzitter. Eerste puntje, we hebben het zojuist over vertrouwen gehad en dan komt dit raadsvoorstel. Een plan wordt ingediend en het college zegt hiervan, u zegt dat het een aanvraag voor short stay is, maar wij geloven dit niet, dus toets op wonen. Het college heeft dus geen vertrouwen in deze ontwikkelaar, hoe deze ook zijn best doet. Dan, wij vinden de aanvraag om een andere reden lastig. Wij vinden de ondernemersdrift namelijk wel heel mooi van dit initiatief. Maar wij zijn bang dat, zoals wel vaker het geval is, het COA wel eens zou kunnen komen aankloppen. En wij zo met een extra opvanglocatie komen te zitten. Voor ons onwenselijk. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Roos. Gaan we door naar mevrouw Verstraeten van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals eerder gezegd, het college adviseert ons als raad om het initiatief wat ingediend is voor shortstay woningen in Bad Hoeverdorp niet door te laten gaan. En ze geeft daarvoor een hele reeks redenen waarin ze aangeeft dat het niet past binnen de afspraken die wij hier met elkaar hebben gemaakt. Ik ga ze niet allemaal herhalen, want het is een hele reeks en ik ben bang dat u dan allemaal in slaap gaat vallen als ik ze allemaal nog een keer ga herhalen. Maar ik wil in ieder geval wel meegeven dat de VVD grotendeels zich kan vinden in die hele reeks redenen waarom dit geen goed plan is en niet past binnen de afspraken die wij hier met elkaar hebben gemaakt. Ik ga er drie noemen die voor ons echt belangrijk zijn. We hebben het tijdens de hoorzitting ook al over gehad. Hè. De discussie gaat heel erg over wonen, short stay. En het werd op een gegeven moment een soort papieren discussie. Voor de VVD is ook belangrijk hoe gaat het straks in de uitvoering uitpakken. En wij zien dat er een hele grote doelgroep bereikt wil worden met deze, voor deze woningen. Zowel studenten als statushouders. En dat zijn geen mensen die na 6 maanden, denken wij, weer verkassen. En dan hebben wij onszelf met een volgend probleem opgescheept. En bovendien geeft dat ook aanleiding om te denken dat het hier meer om wonen gaat dan om short stay. De handhaving zal een probleem gaan worden voor onze gemeente. Dus in dat opzicht vinden wij het geen goed plan. Qua vervoer strookt dit ook niet met de afspraken die we hebben gemaakt. Hè. Er wordt aangetoond duidelijk dat er vervoersbewegingen bijkomen die we eigenlijk niet kunnen dragen in onze gemeente. Dus wat dat betreft strookt het ook niet met onze eerder gemaakt beleid. Hè. Dus of er nou nieuw beleid komt of niet. Het strookt ook niet met het beleid wat we al hebben. En, mevrouw Verstraeten, u wordt geïnterpreteerd door meneer Staal van de GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag over die verkeersbewegingen. We hebben het stuk na de informatie die we kregen over de vergunning voor de logistieke bestemming nog eens nageslagen. En er staat in het stuk dat saldering levert een reductie op van 140 verkeersbewegingen. Het is ook misschien een directe vraag straks aan het college. Wij lezen dat als dat het verschil is ten opzichte van de bestemming die nu gegeven is, logistiek. Dat dit dus met de short stay 140 verkeersbewegingen minder worden. Meneer Vermeulen heeft een aanvullende vraag hierop? Of op een ander? Nou, het is inderdaad aanvullend. Want inderdaad, wat we zien is allemaal redenen die bedacht worden op de situatie zoals die nu is, terwijl inmiddels is er onherroepelijk een logistiek centrum vergund. Daar horen hele andere waarden bij. Daar komt nog een keer vrachtverkeer bij in een grotere intentie. En is mevrouw Verstraeten het dan met ons eens dat met de punten die u net zo belangrijk naar voren haalde, dat eigenlijk de short stay een verbetering is ten opzichte van het reeds vergunde plan? Mevrouw Verstraeten. Dank u wel, voorzitter. Nou, het zijn heel interessante vragen, want die heb ik tijdens de hoorzitting ook gesteld aan de initiatiefnemers. Toen konden ze daar geen antwoord op geven. Ineens was die gegevens waren niet bekend bij de initiatiefnemers. Dus ik ben ook heel benieuwd wat het college ons daarop gaat antwoorden.
Het laatste argument wat voor ons ook belangrijk is, en het is net ook al genoemd, hè, wij gaan hier in onze gemeente, vind ik, heel goed met ondernemers en hoteliers onder andere om grip te houden op de opvang van asielzoekers en statushouders. En met de komst van deze woningen hebben wij geen enkele zicht op dat we die grip kunnen blijven houden. Dus dat is wat ons betreft ook een reden om mee te gaan in de weigering voor de VGB. Dank u wel, mevrouw Verstraeten. Gaan we door naar mevrouw Smant van de D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb deze week uitgebreid geoefend hoe ik uit een spagaat kan komen. En ik ben er nog niet uit. De tijdlijn die is al even gegeven, maar ik herhaal hem toch. In juli 2023 hadden we het voor het eerst over dit plan, de aanvraag. En het collectieve gevoel was toen: beoordeling kan eigenlijk niet goed plaatsvinden, omdat we geen beleid hebben. Daarop is de motie gevolgd met het verzoek aan het college om een startnotitie te maken. Nu zijn we 8 maanden verder. We hebben geen startnotitie. De aanvraag is ongeveer hetzelfde. Het betoog van het college is ongeveer hetzelfde. En in de laatste 48 uur is er eigenlijk heel veel informatie bijgekomen. Dat er een vergunning is gegeven voor de bouw van een logistiek centrum. Minder verkeersbewegingen. Het helpt allemaal niet om tot een goed besluit te komen als het gaat om deze aanvraag. En ik denk dat we die worsteling hier op tafel moeten leggen en het daarover moeten hebben. En dat dat misschien dan wat lastig te vatten is in procedures en dat er besluiten moeten worden genomen. Dat snap ik, alleen ik maak toch ook even de stap naar het RKC-rapport. Want waar kunnen we dan wel aan toetsen? En dat is, zijn wij consistent in wat we doen? Is onze dienstverlening op orde en zijn we transparant? En kunnen we dit voorstel eigenlijk wel goed beoordelen op dit moment? Ik kan daar nu nog geen antwoord op geven. Ik ben heel benieuwd naar wat alle collega's verder nog gaan inbrengen. Maar er zijn wel twee opties. Bij twijfel niet doen of het voordeel van de twijfel. En daar zijn we nog niet uit. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Smant. Gaan we door naar de CDA, meneer Van der Peet. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar hebben we inderdaad uitgebreid stilgestaan bij het initiatief om de shortstay locatie te realiseren aan de Slotenweg in Bad Hoeverdorp. We hebben toen een levendig debat gehad, omdat niet iedereen het eens was over die weigering. Het was toen nog de conceptweigering. Voor het CDA was het wel overduidelijk. Dit plan moeten we niet willen op deze plek in onze gemeente. We zijn een aantal maanden later niet van mening veranderd. De beantwoording van de zienswijze geeft hier wat ons betreft ook geen enkele aanleiding toe. Op één onderdeel is een belemmering door de initiatiefnemer weggenomen. De bouwhoogte is immers aangepast, waardoor het LIB niet meer dwars ligt. Op alle andere onderdelen is het plan ongewijzigd gebleven. We begrijpen echter wel het gevoel van de initiatiefnemer dat hier met twee maten wordt gemeten. Want waarom is short stay op enkele honderden meters wel toegestaan? Enkele honderden meters afstand wel toegestaan? Het antwoord is simpel. Dat gaat om een hotel met short stay mogelijkheden. En voorzitter, we hebben al meer dan genoeg hotels in Haarlemmermeer. Dat is ook de reden waarom de raad heeft besloten een hotelstop in te voeren. En de initiatiefnemer wil hier geen hotel realiseren, maar een woonvoorziening voor tijdelijk verblijf. Meneer Van der Peet, u krijgt een interruptie van de heer Van der Meulen. Ja, dank u. Ja, ik wil graag, voorzitter, aan meneer Van der Peet vragen of hij ervan op de hoogte is dat short stay met name wordt genoemd in het luchtvaartindelingsbesluit. En dat dat wordt gezien als een niet-woning en daardoor een hogere waarde mag hebben, eigenlijk dat er gewoon überhaupt geen regels voor gelden. En dat dus ook die bouwhoogte misschien een andere reden zou hebben, maar niet geluid binnen het LIB. Meneer Van der Peet. U zegt het. Mooi. Mag ik verder? Nee. De initiatiefnemer wil echter geen hotel realiseren, maar een woonvoorziening voor tijdelijk verblijf. Dan is er geen andere mogelijkheid om te toetsen aan de functie wonen. Daar heeft het college ons eerder al uitgebreid over geïnformeerd en dat doen ze dus nu opnieuw. En aan een woonfunctie worden hele andere eisen gesteld als aan een logiefunctie, ofwel hotel. Dat is gewoon een feit en voorzitter, dat is maar goed ook, denken wij. Hoe verleidelijk het ook is om in de woningnood op te lossen, willen wij ervoor waken dat we op de lange termijn hierbij uit het oog verliezen. En dat is natuurlijk het dilemma waar we voor staan. Willen we snel woningen bouwen of kijken we verder vooruit? Want deze woningen die staan er de komende 20, 30 jaar wel. En wat mevrouw Verstraeten zei, dat hebben wij vorige keer
mening me ook gezegd, alweer een jaar geleden bijna, maar hè, is het wel een half jaar wat je gaat wonen? Is er een doorgroeimogelijkheid? En als die doorgroeimogelijkheid er niet is, dan is het helemaal niet aannemelijk dat dat bij short stay van een paar dagen, maanden tot 6 maanden blijft. Dus collega's, we kunnen van mening verschillen, maar het CDA ziet hier gewoon een goed onderbouwde weigering van een VVGB, waarvoor het ja-mits-principe echt niet opgaat. Natuurlijk moeten we maatwerk toepassen, daar zijn we het absoluut over eens. Maar als een initiatief op zoveel onderdelen niet voldoet aan de door de raad vastgestelde kaders, kunnen we ons alleen serieus nemen door gewoon nee te zeggen. En dat nu blijkt dat er al een vergunning is afgegeven voor een logistiek centrum, verandert eigenlijk niets aan onze beoordeling. Want wij beoordelen het initiatief wat nu voor ligt en niet een initiatief wat eerder al door het proces heen is gegaan. Duidelijk verhaal, meneer Van der Peet. Meneer Sidali, PvdA. Nou, eens kijken of ik dat kan overtreffen. Nee, dat ga ik niet doen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid is altijd op zoek naar manieren en ook onorthodoxe manieren om verschillende doelgroepen voor een korte tijd onderdak te bieden. Deze initiatiefnemer maakt het voor ons aannemelijk dat er goed over nagedacht is over de doelgroepen en wil ook graag meewerken aan het verbeteren waar nodig. Hebben we vanavond ook weer gehoord. En nogmaals weer vanuit het vertrouwen, als hier een initiatiefnemer staat die zegt, ik ga er echt voor zorgen dat ze niet langer dan 6 maanden hier zijn. Waarom hebben wij dan het wantrouwen en zeggen van, ja, maar wat doet u dan als het dan toch zo is? Er staat iemand hier heel serieus, een ondernemer, en die zegt het gewoon, ik ga hier voor 6 maanden en niet meer. Dus meer vanuit het vertrouwen in plaats vanuit het wantrouwen. U heeft het er vanavond al over gehad. Ik zat toen aan de andere kant als voorzitter. Keuze voor ons tussen een logistiek centrum en kort verblijf. Ja, wij waren een beetje in een spagaat, niet zo heel erg als D66-voorzitter. Maar wij zijn wel uit die spagaat gekomen door ook echt een keuze te maken. Waar kiezen we voor als partij? En voor ons is het dan toch echt makkelijk. En dan kiezen we echt voor een kort verblijf voor doelgroepen die een onderdak nodig hebben. We hebben vertrouwen in deze ondernemer, voorzitter. En zijn erbij nu en in de toekomst. We twijfelen op dit moment er niet aan dat deze initiatiefnemer zijn best zal doen om het zo goed mogelijk te regelen. Dus vandaar zullen wij ook tegen dit raadsvoorstel gaan stemmen. Dank u wel, meneer Sidali. Gaan we door naar meneer Spijker van Eenhalemermeer. Voorzitter, dank u wel. Eenhalemermeer heeft twijfels over de short stay. Aan de ene kant is er natuurlijk een enorm woningtekort. Maar aan de andere kant is deze short stay kan eenvoudig worden omgebouwd naar een locatie voor arbeidsmigranten en of vluchtelingen. In Battenverdorp hebben we al 3 tot 4 locaties voor vluchtelingen, /Oekraïners. En dit is toch al behoorlijk. Daarnaast ligt deze locatie vlak naast de 2 startbanen en daar hebben we grondgeluid. Dan kan je wel zeggen, korte termijn is het officieel niet beperkt, maar dan toch. Dus Eenhalemermeer wil absoluut geen extra basis bieden voor een extra COA-oplossing. Een logistiek centrum aan de andere kant, gespecialiseerd voor last mile transport, dat zijn met de kleine elektrische voertuigen, is natuurlijk wel weer zeer interessant. Dus Eenhalemermeer gaat voor het logistiek centrum. Dank u wel. Dank u wel, meneer Spijker. Gaan we door naar de heer Rip. Voorzitter, een puntje van orde, mag ik? Dat mag. Ja, waar ik zei dat wij tegen het raadsvoorstel zullen stemmen, moet ik eigenlijk zeggen dat wij voor het amendement zullen stemmen. Voorzitter. Dat komt later bij de stemming wel, denk ik. Dank u wel, meneer Spijker. We gaan door naar meneer Rip van de HAP. Ja, voorzitter, dank. Kijk, mijn fractie is niet verrast dat dit initiatief voor de 2e keer op de agenda staat. Het is een logisch gevolg eigenlijk. En het past eigenlijk naadloos als voorbeeld voor het RKC-rapport Vertrouwen in de lokale democratie. Wat we zojuist met elkaar besproken hebben. Een initiatiefnemer ziet en hoort zijn ontwikkelingsplannen op 6 juli 2023 besproken worden in de Raad. En na deze beraadslagingen weet de initiatiefnemer 2 dingen.
Hij gaat zelf nog eens kijken naar zijn eigen checklist of alle vinkjes wel kloppen. Want waarom zit er dan 180 graden verschil tussen de checklist van de gemeente en diezelfde specialisten met diezelfde schoolopleidingen? Aan de andere kant hebben dezelfde checklist en daar staat alles op groen. Voorzitter, en de initiatiefnemer heeft nog wat gehoord, dat de raad ook goed nagedacht heeft. En die dacht, hé, we hebben geen toetsingskader, laten we een motie maken. En dan gaan we zorgen dat de short stay beleid komt. En we dienen een motie in, een opdracht aan, aan het college, om daar gevolg aan te geven. En eind 2023 klaar. Ik hoor vanavond een partij zeggen dat ze heel belangrijk vinden dat afspraken afspraken zijn. Hier hebben we er eentje die gewoon niet uitgevoerd is. Punt. En het is logisch, voorzitter, dat de initiatiefnemer mag verwachten dat een overheid klare wijn schenkt. En haar afspraak is afspraak nakomt. En logisch dat het vanavond dus weer op de agenda staat. Want die man heeft dat ook gewoon gezien op 6 juli, dat dit de afspraken waren die een overheid en een gemeenteraad met elkaar maakt. Voorzitter, en HAP ziet ook vandaag weer een gedegen aanvraag voorbij komen. Alle facetten staan beschreven. Ze zijn onderbouwd, inclusief de verwijzingen naar de relevante documenten. En ik vroeg het al in het hoorzitting aan de mevrouw Van der Horst van, hoe kan het dan zijn dat er zoveel verschil is? Maar aan de ene zijde moet ik constateren, althans dat is de uitleg, dat er geen referenties zijn aangedragen. Oké, het toetsingskader ontbreekt, want we hebben dus geen short stay beleid om het te toetsen. Nou, en dan zijn we binnen mijn fractie toch genegen om zelfreflectie toe te passen. Dan hebben wij ook als fractie en als raad wellicht niet scherp genoeg geweest. En hadden wij eind 23 in ieder geval een vraag aan het college moeten stellen waar het beleid blijft. Maar ik verwacht ook zelfreflectie van het college. Alleen dat ga ik niet invullen. Ik hoor graag van de portefeuillehouder hoe hij tegen deze situatie aankijkt. Voorzitter, vanavond heeft HAP geen behoefte aan debat over techniek en hoe het kan dat een initiatiefchecklist groene vinkjes heeft en een controlerende checklist rode vinkjes. HAP wil terug naar de eenvoud. En dat is, als jij de bal hebt, dan heb je tegenstander nooit de kans om een doelpunt te maken. Als er geen spelregels zijn, minder bureaucratie, kun je ook nooit buiten spel staan. En dan kan je dus geen fouten maken. En dan heb je ook nooit een VAR nodig of een rechter. En dan zorgt de scheidsrechter dat de vaart en de tempo in het ontwikkelen in die Haarlemmermeer, dat de vaart erin zit. En dat het spel niet doodgelegd wordt. Lees, inwoners en ondernemers krijgen maximaal waar voor hun geld. Hoe fijn is dat? Voorzitter, ik ga afronden. HAP gaat de rekening niet bij de aanvragen neerleggen. Wij zijn blij met het initiatief. Het voorziet in een enorme behoefte. En wij zullen dan ook tegen deze weigering stemmen. Dat was uw bijdrage. Einde. Gaan we door naar meneer Staal van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste zouden wij graag willen kijken van een afstandje naar dit project. En herkennen wij eigenlijk het dilemma wat het CDA ook zojuist schetste. Is dit nou een plek om te wonen, zo dichtbij een snelweg? En wat doet dat met het woon- en leefklimaat daar? Want ook elke groep heeft recht op deze bescherming, wat het college ook beschrijft. Het kan niet zo zijn dat je zegt een bepaalde doelgroep of aandachtsgroep, daar hanteren daar dan maar lagere normen voor. Iedereen heeft gewoon recht op die kwalitatief goede woning. Aan de andere kant hebben we de realiteit van een wooncrisis waar gewoon ontzettend groot tekort is aan woningen. En zorgt het huidige woonbeleid en uitvoering van onbetaalbare woningbouwprojecten als Hyde Park en kasteelachtig wonen in Hoofddorp niet dat wij het comfort hebben dat hier oog voor is in deze raad en bij dit college. Daarnaast vinden wij dat de onderbouwing ook zijn gebreken kent van de weigering. Er speelt naast de wenselijkheid ook het juridische.
Is er nou sprake van een woonfunctie of van een logeerfunctie? Dat doet er gewoon echt toe voor de aanvraag. Onze fractie voelt zich dan ook bekneld in deze casus en vindt het ook moeilijk om die afweging te maken. Daarom hebben we ook een aantal concrete vragen aan het college. Eerste vraag is, kan het college aangeven waarom zij met de initiatiefnemer niet eens zijn dat die 6 maanden geborgd kan worden? Want als ik het goed begrijp is tot 6 maanden logeerfunctie van toepassing en zou daarop getoetst moeten worden. Als die functie dan logeerfunctie van toepassing is, zou dan die afweging anders gemaakt worden door het college of zou er dan een ander voorstel komen over de weigering? Dan de zojuist gevraagd over de verkeersbewegingen, daar zouden we nog antwoord op willen hebben. En het laatste puntje is dat er staat dat het belangrijk is dat de boerderij met voorwoning en achterliggende schuur behouden blijft voor het kenmerkende opzet van deze plek. Maar we hebben ook vandaag begrepen dat er al een andere bestemming ligt voor logistiek die al vergund is. Hoe strookt dat met dit argument voor de weigering? Dat was het, dank u wel. Dank u wel, meneer Staal. Gaan we door naar mevrouw Hup van de ChristenUnie, SGP. Ja, dank u wel. Nou, wij hebben ook vertrouwen in deze initiatiefnemer. Alleen hoe mooi het circulaire plan Woedstoek ook is en blijft, gaan wij waarschijnlijk toch instemmen met de weigeringverklaring van geen bedenkingen. En het blijkt dus nu een logistiek centrum te worden. Dat wisten we ook nog niet eerder naar aanleiding van het raadsvoorstel. Maar ja, dat terzijde. Kijk, wat bij ons nogal knaagt is dat het ruimtelijke advies negatief is. En zoals wij de vorige keer al hadden aangegeven, wilden wij graag dat dit plan terugging naar de tekentafel. En dat het plan wel echt realiseerbaar zou worden in samenspraak met ruimtelijke ordening. Maar dan wel met de kanttekening dat er dan ook een focus kwam op het vinden van misschien een andere locatie. Nou, dat is in dit geval niet het geval. En dan is er ja, niet zozeer echt een wijziging in het plan te noemen, behalve dan de hoogte van het LIB. Maar neem niet weg dat wij dan alsnog heel erg in een dilemma zitten. Wij willen natuurlijk heel graag een short stay huisvesting voor onze starters op de woningmarkt, studenten, spoedzoekers, werkende jongeren, doorstromers, arbeidsmigranten, de expats en de promovendi. Alleen niet op deze plek, in dit geval langs de A9. We hebben het ook al besproken tijdens de hoorzitting. Het is een tijdelijke logiefunctie, maar oprecht, hoe gaat dit straks in de uitvoering uitpakken zoals de VVD zojuist ook al aanstipte? En waar moet iedereen dan bijvoorbeeld na die 6 maanden heen? We kunnen gewoon geen huisvesting garanderen. En inderdaad, dan denken wij dus ook dat wij onszelf met een volgend probleem opzadelen. Nou, dat zou ik niet willen toewensen. Die flexplekken, heb ik ook kunnen lezen, is echt een heel leuk initiatief. Dat zou nog een beter alternatief zijn. Ik denk toch hoe mooi het amendement ook van Forza is. Ik wil toch even een reactie van het college afwachten. En zullen we dan een beslissing nemen wat wijsheid is? Weet wel voor de bühne, dit is nou echt zo'n mooi voorbeeld van een raadsdilemma. College zegt nee en de meeste raadsleden zeggen ja. Maar ja, wat is dan weer het beste voor die inwoner? Dus ik denk dat dat in ieder geval vanuit het college goed beargumenteerd moet worden in de makkelijke menselijke taal. Dank u wel, mevrouw Hup. Blijven er nog 2 gegadigden over. Wie meldt zich aan? Meneer Beuzenberg. Dank u wel, voorzitter. Onorthodoxe maatregelen. Dat is wat wij moesten nemen om aan de behoefte van huisvesting te voldoen. En dan praat ik expres over tijdelijke huisvesting. Dat is iets wat sommige partijen hier nog niet helemaal begrijpen of dat vertrouwen niet hebben in de ondernemer of in de mensen die daar tijdelijk gaan verblijven. Het zou toch fantastisch zijn dat bijvoorbeeld mensen die met de verkoop van hun huis zitten en nog wachten op de sleutel van hun nieuwe huis tijdelijk een dak boven hun hoofd hebben. Of kunnen die mensen bij de portefeuillehouder op de bank terecht? Als de portefeuillehouder echt voet bij stuk houdt, gaat hij dan wel zijn best doen om een andere locatie te vinden voor dit project? Er wordt in het raadsvoorstel eigenlijk alleen maar uitgegaan van wantrouwen. En ik hoor nu ook partijen hier indirect hun wantrouwen in eventuele huurders en ontwikkelaar uitspreken. Net hebben wij gesproken over vertrouwen in de lokale democratie. Maar wil deze raad hier dan nu echt wantrouwen tonen naar deze ondernemer? Alle partijen in deze raad hebben nu de kans om hun ware gezicht te laten zien en de onorthodoxe maatregelen waar wij eerder over hebben gesproken te nemen. Misschien kan ik de heer Spijker enthousiast maken door te zeggen dat het project toch wel heel erg lijkt op allerlei gestapelde tiny houses. Misschien dat hij dan toch nog overstag gaat. Voorzitter, daar wil ik het voor nu bij laten. Dank meneer Beuzenberg, dank voor deze bijdrage. Gaan we door naar meneer Hagemeijer van Gezond Haarlemmermeer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we bespreken vandaag voor de tweede keer het plan omtrent deze shortstay. En wij blijven van mening dat de gekozen locatie niet geschikt is voor deze ontwikkeling. Hoe mooi het idee ook is en hoe nodig de woningen ook zijn. Ons grootste punt blijft dat het betreffende gebouw direct aan de A9 komt te staan. We hebben net voor vele miljoenen deze A9 omgelegd, zodat onze inwoners niet aan de snelweg hoeven te wonen. En dan zouden we nu dus weer opnieuw aan de snelweg gaan bouwen. Het lijkt mij niet heel erg verstandig. En het zal vast ook niet bij alleen dit plan blijven. Door de verwachte precedentwerking zullen er zeker meer van dit soort plannen volgen. Aan vastgoed valt nu eenmaal meer te verdienen dan aan landbouwgrond. En de ontwikkelaars zullen er snel bij zijn. Er zal vast wel ergens een ronkende prospectus klaar liggen. En voor je het weet ligt die hele A9 weer midden in een woongebied. Nou ja, kunnen de plannen van de eerste omligging overigens gebruiken. Daarnaast, hoe hard is tijdelijke bewoning? Gaan er echt mensen hun woonruimte uitgezet worden als hun huurperiode over is? Wij denken dat het aannemelijker is dat er al snel verzoeken tot gedogen van permanente bewoning ingediend gaan worden. Dus al met al zeker een heel mooi plan, maar ook een mooi plan heeft een hele goede locatie nodig. En de juiste locatie. En dat zien we niet. Het zou beter zijn om te kijken of we dit plan niet ergens anders kunnen realiseren. Tot zover. Dank u wel. Dat was de bijdrage van Gezond Haarlemmermeer. Meneer Beuzenberg, nog een aanvulling? Ja, zeker. Want ik hoor meneer van Gezond Haarlemmermeer zeggen, ik ben even uw naam vergeten, excuus. Meneer Hagemeijer, dank u wel. Dat dit plan op een andere plek wel zou kunnen, maar dan vervalt toch eigenlijk uw hele argument over het feit dat meneer Hagemeijer zegt dat er twijfels zijn of het wel bij tijdelijke bewoning blijft. Want dat hebben we dan toch waar het plan ook plaats zal vinden. Dus wil de heer Hagemeijer hier echt aan het wantrouwen in de eventuele huurder en de ondernemer uitspreken? Of is de locatie echt het probleem? Want als de locatie het probleem is, dan is dat dus het enige argument. Dat gaan we horen van meneer Hagemeijer. Ja, dank u wel. Ja, zoals ik al zei, ons grootste punt blijft de locatie. Dus dat is voor ons echt de showstopper. Dus met een andere locatie kunnen we er eens over nadenken. Dank u wel. Meneer Meijer, nog een toevoeging? Ja, ik reed toevallig vanmiddag langs de A9 bij Amstelveen. En daar heb je het oude KPMG-gebouw. En die is helemaal omgebouwd tot appartementen. En die kijken op de snelweg. Dus ja, en de mensen wonen daar met veel plezier. Dus ik vind die argumentatie eigenlijk niet zo valide om daar niet te bouwen. Ik denk dat we juist spoed hebben met huizenbouw, ook met tijdelijke woningen. En dat deze locatie daar precies goed voor geschikt is. Bent u dat wel met me eens? Meneer Vermeulen wil hier op reageren, op meneer Meijer. Op meneer Hagemeijer krijgt hij de kans. Kijk, ik ken de beweegredenen van de gemeente Amstelveen niet. Ja, de ene gemeente is niet de andere gemeente. En andere gemeenten doen ook dingen die wij niet doen. En die volgen we ook niet. Ja, dus, andere beweegredenen, andere gemeenten, daar kan ik niks over zeggen. Ik denk alleen dat het voor ons niet handig is om het daar te gaan bouwen. Meneer Spijker, op meneer Meijer reageren of meneer Hagemeijer? Meneer Meijer, dank u wel, voorzitter. Meneer Meijer, bent u bekend dat die appartementen langs de A9 ietsje duurder zijn dan de appartementen, de shortstay appartementen in Batuverdorp? De doelgroep daar is echt luxe, 1 miljoen plus. Dus dan is het ook luxer uitgevoerd, veel beter ingericht. En dus ook werkelijk, daar zal geen stof of verschrikkingen binnenkomen. Dat is een groot verschil. Bent u daarvan bewust? Ik heb veel dingen gehoord. Mevrouw van Straten wil ook nog op meneer Meijer reageren. Ja, dank u wel. En het is niet alleen op meneer Meijer. Maar ik hoop dat iedereen zich ook realiseert dat de gemeente Amstelveen een dergelijk project begonnen is zoals wij hebben gedaan om de leven- en woonomgeving van mensen te verbeteren door die snelweg waar u het over heeft straks onder de grond te leggen. Want ze zien ook dat hoe dat nu is, dat geen prettige woon- en leefomgeving is. Dus ook zij gaan die investering doen. Dus wat dat betreft toont dat wat de VVD betreft weer aan dat het op die plek niet handig is om woningen te bouwen. En meneer Vermeulen? Ja, voorzitter, ik heb nog één vraag aan meneer Hagemeijer. Of meneer Hagemeijer het met mij eens is dat het frappant is dat voor Corendon, pal aan de A9, zonder dat wij er als raad over hoefden te beslissen, een totaal bestemmingsplan is aangepast waarin een compleet short-stay-beleid is verwerkt om daar 250 short-stay-woningen te maken, waar blijkbaar in deze ondernemer zoveel vertrouwen is
dat hier wel de mensen na een half jaar of binnen een half jaar uitgaan. En dat het dan enorm meten met twee maten is. Als een ondernemer die zegt hetzelfde te willen doen, minder dan een kilometer verder op eenzelfde locatie langs de A9, namelijk tijdelijke woningen. En die dan de fout maakt door daar een enorme brede... Meneer Vermeulen, u maakt er wel een langdradig verhaal van. Maar misschien, nee, misschien kunt u de vraag stellen aan de wethouder. Nou, ik stel hem via meneer Hagemeijer. Meneer Hagemeijer vertelt hoe slecht daar de locatie is. Dus is hij het met me eens dat de locatie voor Corendon dan even slecht is? En dat het een wonder is dat hij zo'n vergunning heeft gekregen? Meneer Hagemeijer. Ik heb een redelijk goed geheugen, maar ik zou niet weten welke wetgeving of onder welke voorwaarden destijds de vergunning afgegeven is aan Corendon. Het kan misschien een hele andere wetgeving zijn geweest. Een kilometer is nog best ver. Je ziet wel vaker dat er een scheidslijn ergens loopt. Ja, als je er net een meter naast zit, heb je niks. En zit je er wel in, heb je het wel. Dus ja, ik kan daar weinig over zeggen, want ik ken niet de voorwaarden van de vergunning van Corendon. Ik vind eigenlijk dat we helderheid moeten krijgen in deze zaak. En ik wil eigenlijk de eerste periode afsluiten. En dan kunnen we misschien helderheid krijgen door de antwoorden van het college. Ik werd aangesproken door meneer Spijker. Daar wil ik graag even op reageren. Als het mag, u krijgt dan nog even een moment. Dat was me even dus onschuldig. Nou, dat geeft niks, voorzitter. Ja, meneer Spijker begon over dat die appartementen zijn miljoenen waard. Maar meneer Spijker... Het nieuwe project, dat gaan ze echt niet van kartonnen dozen bouwen, hoor. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Oké, dat is dan rechtgezet. Gaan we door, dan sluiten we deze eerste periode af. En dan vraag ik het college voor wat duidelijkheid in deze zaak. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb ook van een aantal fracties, in ieder geval de ChristenUnie, gehoord of ik het in duidelijke taal kan vertellen, zodat het allemaal niet te ingewikkeld wordt. Want het is allemaal best wel complex en het heeft te maken met alle kaders die we met elkaar... En u ook als raad heeft opgesteld. En dat maakt het inderdaad niet makkelijker. En we zien ook dat in de hele polder steeds meer initiatieven geen doorgang kunnen vinden om allerlei redenen. Of het nu de weg is of geluid. Of dat we al te veel woningen hebben toegevoegd. Ja, ik kom helaas tot diezelfde conclusie. Dat is ook de reden dat we... helaas niet meer met een aantal miljoen woningen kunnen realiseren, maar dat we inmiddels aanvragen moeten doen die tientallen of soms wel honderden miljoenen betreffen om grote projecten, maar ook minder grote projecten nog van de grond te kunnen trekken. Dus in dat licht heeft u helemaal gelijk als u zegt, ja, het is steeds lastiger en sommige initiatieven komen steeds lastiger van de grond. Een aantal van u gaf eigenlijk heel mooi het probleem weer en zei om die reden, ja, dan gaan we zelf een amendement indienen en het toch mogelijk maken. Bijvoorbeeld Forza die gaf aan, de shortstay sluit aan bij de woonbehoeften. En de BVNL gaf ook aan, ja, er is woonruimte nodig en daar gaat het precies mis. Want ja, dat is nodig, maar het onderscheid moet hier gemaakt worden tussen wonen aan de ene kant en shortstay aan de andere kant. En op het moment dat we die twee zaken met elkaar gaan vermengen, ja, dan wordt het ingewikkeld. Want als je misschien een week kort op de snelweg zit met je appartement, of dat je 4 jaar heel kort op de snelweg zit met een appartement, dat maakt wel degelijk verschil. Meneer Nobel, u krijgt een interruptie van de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Is de wethouder het met mij eens dat indien de aanhouder alleen maar in zijn aanvraag had beschreven voor wie hij deze woningen bouwde, en hij had daar geschreven wie op zoek is naar tijdelijke huisvesting, dat we een heel ander gesprek hadden vanavond. Want we doen net alsof hier mensen komen die hier voor altijd blijven wonen, maar... Dit is een oplossing voor mensen die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. En waarom blijft de wethouder dan steeds praten over wonen? Ik begrijp het echt niet. Meneer Beuzenberg, op hetzelfde onderwerp? Nou, wel op een zin die de portefeuillehouder net uitsprak. Dus als dat heel kort mag, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Als u het netjes kan formuleren, zou ik dat waarderen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, de portefeuillehouder die geeft een voorbeeld dat er een verschil zit tussen een week ergens naast de snelweg zitten en 4 jaar. Maar ik vind het een beetje jammer dat er dan over 4 jaar wordt gesproken. Want in de aanvraag staat gewoon maximaal een half jaar. Dus laten we dan niet dingen uit proporties halen. Laten we het dan ook gewoon noemen bij het aantal maanden wat het is. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. De wethouder weer. Ja, voorzitter, ik ga even in op de vraag van Forza, hè, van waarom zegt de wethouder dat nou? Kijk, op het moment dat je met elkaar een aanvraag krijgt,
waarin staat dat er een bepaalde doelgroep is. Neem bijvoorbeeld de doelgroep studenten. Dat weet Forza met mij ook wel. En ik ben geen stapelaar, dat zeg ik er maar gelijk bij. Dus ik was misschien niet de langste. Ik heb er niet het langst over gedaan met mijn studie. Maar ik ken weinig studies die een half jaar duren. Dus als je aangeeft dat je studenten wilt huisvesten op die plek, dan is het logisch dat de ambtenaren hier denken, ja, dat zijn studenten. Een studie duurt langer dan een half jaar. Het is heel logisch dat die student langer dan een half jaar hier wil blijven. Meneer Nobel, dit nodigt wel uit tot een wat grotere discussie. Nou, we beginnen met de heer Beuzenberg. Dan meneer Nobel, meneer Rip en dan Vermeulen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Zidale komt daarna. Volgens mij heeft onze portefeuillehouder best wel gestudeerd. En dan weet onze portefeuillehouder denk ik ook wel wat een stage is. En dat duurt over het algemeen wel gewoon een half jaar. Dus zijn er zeker studenten die tijdelijk een woonruimte zoeken. Of huisvesting, zal ik het zo noemen. Want ja, er kunnen ook studenten uit het buitenland hier een halfjaartje stage komen lopen. Of een uitwisseling komen doen. En die mensen hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rip. Ja, voorzitter. De portefeuillehouder triggert mij wel. Want bent u het met de fractie van de HAP eens dat als je een ja-mitshouding uitstraalt en wilt uitstralen, want dat is de policy van onze gemeente, de ja-mitshouding, dat je dan ook met deze initiatiefnemer wellicht over dit onderwerp had gesproken en had gezegd, nou ja, weet je, studenten, de term studenten, is misschien niet zo handig als we het kunnen beperken tot inderdaad wat meneer Beuzenberg zegt, stage, want dat is ook een onderdeel van studenten. Dan komen we misschien wel ergens om het mogelijk te maken. En daar zit ik naar te zoeken, naar die ja-mitshouding. Ik hoor graag van de portefeuillehouder wat daar allemaal op dat vlak is gebeurd. Heeft meneer Van der Meulen op dit onderwerp een toevoeging? Meneer Van der Meulen heeft zeker op dit onderwerp een toevoeging. Ik heb net een vraag gesteld die niet beantwoord is. Want ik vroeg aan de wethouder, als er in de aanvraag had gestaan wie op zoek is naar tijdelijke huisvesting, zonder daar de hele brainstormsessie te herhalen die ze ongetwijfeld ten burele van de aanvrager hebben gehad. Wie zouden er allemaal op zoek kunnen zijn naar tijdelijke huisvesting? We hebben een aanvraag voor short stay waar maximaal een half jaar verbleven kan worden. En dat is voor mensen die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. Als dat in de aanvraag had gestaan, had de wethouder dan met ons een ander gesprek gehad. Duidelijk, duidelijk. Meneer Zidali. Ik denk dat mijn vraag in voldoende mate is gesteld. Heel goed. Dan gaan we door naar mevrouw Smand. Ik heb grote moeite met de manier waarop dit besproken wordt. Want in de short stay definitie die bij het Corendon Hotel destijds is gehanteerd, staat de doelgroepen doen er niet toe. De termijn van bewoning van een appartement, minimaal 1 week... tot maximaal 6 maanden, is leidend. En ik hoor hier nu allerlei frames over studenten en allerlei andere groepen. En dat helpt gewoon niet om een goed besluit te nemen. En ik zou daar dan ook graag wat meer van weg willen blijven. Dank hiervoor. Dan gaan we nu door naar meneer Nobel. Ja, dank voorzitter, want er stonden nog wel wat vragen over. Ik ga het advies van mevrouw Smand opvolgen en ook meteen antwoord geven op de vraag van Forza. Nee, dat had niet uitgemaakt en ik zal u ook aangeven waarom niet. Het initiatief voldoet namelijk op heel veel punten niet. En ik ben het eens met de heer Rip en dan kom ik ook meteen maar op de zelfreflectie van het college. Het was goed geweest als we het short stay beleid al aan de raad hadden kunnen toezenden. Maar ook met short stay beleid had op deze locatie geen short stay gerealiseerd kunnen worden. Want, en dat werd ook al door een aantal anderen aangedragen, het aantal vervoersbewegingen op de weg is nog steeds te veel. Om maar een voorbeeld te geven. Ja, voorzitter, ik kan de termijn moeilijk afmaken als de handen omhoog gaan. Dus ik hoop dat ik mijn verhaal verder kan afmaken. In dat geval heb ik een punt van orde. Dan wil ik een punt van orde maken. Ja, meneer Vermeulen, maar die punt van orde moet ik dan wel toestaan aan u. Oké. Okay. Toch? En die sta ik nu wel toe. Staat hem toe. Sta ik natuurlijk wel toe. Maar ik wil gewoon eigenlijk wel tot een uitkomst komen bij deze discussie. Dat snap maar ik. Maar ik geef u even tijd. Ik vind dat de wethouder echt, als hij antwoorden geeft aan de raad, dat hij ook eerlijke antwoorden moet geven. En als wij dan net horen, en dat staat ook gewoon in de aanvraag, dat we ten opzichte van de reeds vergunde
logistieke centrum minder verkeersbewegingen krijgen, dan moet je niet vertellen dat het te veel verkeersbewegingen zijn. We gaan zelfs een reductie van verkeersbewegingen maken. En ik vind het heel vervelend als ik iedere keer in moet grijpen als de wethouder onzin verkoopt. Meneer Vermeulen, dat geldt voor u ook. Laten we in ieder geval de toon van dit debat netjes houden. Gaan we door naar mevrouw Smalt. Ik wil even inhaken op wat de portefeuillehouder zei. Al was het short stay, al hadden we short stay beleid gehad, dan was de aanvraag naar alle waarschijnlijkheid ook niet gehonoreerd. En dat was nu precies de vraag vanuit deze raad die in juli gesteld is. Rijk ons een kapstok aan, zodat we in ieder geval niet uit allerlei andere beleidsstukken, regels, wetten, wat er dan ook nodig is, een beoordeling moeten doen van een short stay aanvraag waar we geen beleid voor hebben. Dus ik blijf herhalen dat ik het ongelooflijk moeilijk vind om deze aanvraag en deze discussie überhaupt te voeren. Ik kan de vraag nog niet helemaal naar boven halen, maar we gaan door naar meneer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is denk ik ook goed om even op die verkeersbewegingen verder in te gaan, want dan kan ik u ook meenemen hoe het met het huidige, hoe het nu is, de boerderij die daar ligt, het aantal vervoersbewegingen, het initiatief wat inmiddels vergund is en het initiatief waar u zich over moet buigen, hoe dat zit met het aantal vervoersbewegingen. Het klopt dat er een reductie is ten opzichte van hetgeen is aangevraagd en ook vergund is, namelijk de logistieke functie die daar kan. Ten opzichte van hoe dat was, is er dus een reductie en is het dus in het bestemmingsplan mogelijk om daar logistiek te vestigen. Ga je echter kijken naar dit short stay plan en trek je daar de vervoersbewegingen vanaf die al op de bestemming zaten, dan betekent het dat er een overschrijding is van 724 vervoersbewegingen. Dus wat de heer Vermeulen net zegt, dat klopt wel, maar dan wel in de juiste volgorde, namelijk de bestemming zoals die was, de bestemming zoals die vergund is in logistiek en het huidige wat nu voor ligt. En ten opzichte van de logistiek en wat ze nu aanvragen, zit er een verdere overschrijding in. En de logistieke functie die is aangevraagd ten opzichte van wat er toen stond, daar was juist een reductie. En daarom is ook die logistieke functie uiteindelijk mede op vervoer wel tot stand gekomen. Nou, de ChristenUnie die slaat volgens mij samen met een heel aantal andere partijen, denk ik, de spijker op zijn kop. We willen op zich wel short stay en daarom is het ook zo belangrijk dat dat short stay beleid er komt. Maar los van dat beleid zou op een aantal andere kaders die u zelf met elkaar hier in de raad gesteld heeft, het op deze locatie hoe dan ook niet kunnen. GroenLinks vroeg verder nog, ja, hoe zit het college met, moet ik het even goed zeggen? Een momentje hoor. Ik ga eerst maar even de vraag voor D66 doen, want dan kan ik zo terugkomen op GroenLinks. D66 vroeg onder andere naar die stadnotitie shortstay, die komt dus in Q2. U heeft ons ook de opdracht gegeven om met arbeidsmigrantenbeleid te komen. Dat komt in Q3, dat haakt in zekere zin hier natuurlijk op aan. Zij het dat het voor een hele specifieke doelgroep is, maar het gaat waarschijnlijk ook voor een kortere termijn gelden. Dus die twee zaken komen eraan. En ja, ik had dat ook graag sneller vanuit het college hier gehad. Mij is te kennen gegeven dat vanuit woonbeleid op zeer korte termijn het college bereikt. En dan hoop ik dat in Q2 in ieder geval het short stay beleid bij de raad ligt. Even kijken. De vraag van GroenLinks was waarom denkt het college dat die 6 maanden niet geborgd kan worden? Kijk, en de advocaat gaf dat op zich wel heel goed aan. Je kunt allerlei voorschriften opnemen, dat kan. Alleen uiteindelijk moet je die voorschriften wel handhaven als dat nodig is. En je moet daar ook capaciteit voor vrijmaken. Je moet er achteraan gaan en daar wringt de schoen natuurlijk. Want we weten met elkaar, we hebben überhaupt geen capaciteit om dingen te handhaven. Laat staan als we achter dit soort initiatieven aan moeten gaan. Dus dan, daar wordt het ingewikkeld om ook te kijken of er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan. En als dan blijkt dat het niet zo is, dan komen we bij het volgende probleem. Wat ga je dan doen met die mensen die er toch zitten? Want je wilt ze eigenlijk niet op straat zetten. Sterker nog, dat hebben we vrij recent nog gezien in Rijzenhout. En daar zit natuurlijk ook iets wat voor ons heel ingewikkeld is. En voor een aantal van u heb ik dat ook begrepen dat zij dat ingewikkeld vinden. Ja, hoe gaan we
uiteindelijk dan om met de uitvoering. Hoe gaat dit in de praktijk? Meneer Nobel, u wordt geïnterpreteerd door mevrouw Roos en meneer Sidali. Mevrouw Roos krijgt het eerste woord. Dank u, voorzitter. Een kleine vraag, want er wordt dan gezegd, er is eigenlijk geen capaciteit om te kijken of daar inderdaad short stay is. Hè? Dus tegen het long stay. Ik vraag me dan af, hoe werkt dat dan bij het Corendon? Wordt er voor nu helemaal niets inderdaad gecontroleerd? Meneer Sidali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af waarom de portefeuillehouder, voorzitter, reizenhout noemt. In vergelijking tot waar we nu mee bezig zijn. Ik vind dat echt jammer, want het gaat echt om een heel andere casus. Maar goed, dat terzijde, dat is geheel aan de portefeuillehouder zelf, om dat te benoemen. Ik heb toch nog wel een vraag. Vraagt u dat aan de portefeuillehouder? Ja, ik vraag aan hem van waarom dat nodig is om Reizenhout te benoemen als het om een heel andere casuïstiek gaat. Reizenhout is niet te vergelijken. Duidelijk. We gaan door. Meneer Beuzenberg. Dank u wel, voorzitter. Maar ik wilde dezelfde vraag stellen als de heer Sidali. Oké. Meneer Rip. Ja, ik wil nog even terugkomen op de opmerking van de portefeuillehouder. Van het had niet uitgemaakt als we short stay beleid... Hebben op deze locatie. Maar ik mag dan aannemen dat je dat ook wist op 6 juli 2023. Dat is de vraag. Dat is de vraag. Oké, gaan door naar meneer Nobel. Oké. En het tweede is... Tweede vraag. Ja, ik heb twee vragen, ook over deze motie. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat we de raad laten schitteren. En de raad heeft 6 juli een motie aangenomen in de veronderstelling dat... short stay beleid een toetsingskader zou zijn om dit te toetsen. Ik hoor dus gewoon nu dat het niet uit had gemaakt. Want op deze locatie willen we het gewoon niet. Dat is wat ik nu terugkrijg. En dan zeg ik, dan heb ik een half jaar heb ik in de veronderstelling geleefd dat ik serieus een motie heb ingediend en dat er wat mee gebeurt. Nee dus. En meneer Beyer op dezelfde... En ik wil dan graag van de portefeuillehouder nog weten waarom de raad tussentijds niet is op de hoogte gebracht van de stand van zaken over de voortgang van die motie. Vraag 3 was dat. Meneer Meijer. Ja, is de wethouder het met mij eens van BVNL dat de controle op de short stay kan er ook bij de initiatiefnemers neer worden gelegd? Want mevrouw Roos vroeg het net terecht dat dat bij Corendon geen enkel probleem is. Dus waarvoor wordt... dit zoals een bezwaar gezien, dat begrijp ik niet, voorzitter. Dank u wel. Oké, dat is duidelijk. Meneer Vermeulen, ook nog? Ja, ik wilde inderdaad nog inhaken op wat meneer Rip net zei. Hoe kan de wethouder weten wat de raad voor kaders meegeeft? Als de raad geen kaders heeft meegegeven. Oké. Nu wilde ik graag de voorzitter het woord geven. Zonder interruptie. Is dat een plan? Sorry, de voorzitter ben ik zelf. De portefeuillehouder graag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ervan uitgaande dat er short stay beleid komt, ongeacht wat er in dat short stay beleid staat, gaat dat niet een aantal punten van de weigering ongedaan maken. Dat is de reden dat ik met heel veel zekerheid kan zeggen dat op deze locatie het niet uitmaakt of er short stay beleid was geweest. Wat uitmaakt, en dat heeft u ook gehoord van de advocaat, is dat een heel aantal punten die zij aanhaalt waarschijnlijk wel, zoals de heer Rip dat altijd mooi zegt, groene vinkjes zouden zijn geweest. Dat klopt. Want voor short stay zijn andere normen met betrekking tot geluid, met betrekking tot hoe dicht iets op de weg mag liggen, met betrekking tot hoe hoog iets mag zijn, met betrekking tot schadelijke stoffen die van snelwegen afkomen. Allemaal van dat soort zaken, de woon- en leefomgeving, zijn daar anders geregeld. Dus als je uitgaat van short stay, wat de initiatiefnemer zelf wel doet, maar in de aanvraag niet waarmaakt. Want als je dat leest, ja, op het moment dat iemand een aanvraag doet voor een windmolen, maar zegt, nou, ik doe een aanvraag voor een huis, het gaat alleen om een paal met wieken. En het is heel erg gechargeerd, maar als je de aanvraag goed bekijkt, kun je vaststellen dat het niet om shortstay gaat, maar om wonen. En het heeft niks te maken met wat we wenselijk vinden of wat we willen. Het is gewoon wat de initiatiefnemer zelf zwart en wit heeft ingediend. En alle doelgroepen die ze benoemt, daarvan weet u, daarvan weet ik. Die zijn niet met een half jaar weg. Die mensen willen daar wonen. En hoe belangrijk ook, dit is niet de plek om daar te wonen. Dus ongeacht of u short stay beleid
gaat vaststellen. En ongeacht wat daarin komt te staan, er zijn een heel aantal andere argumenten die heel keurig in dat raadsvoorstel staan, wat de heer Vermeulen niet zo goed onderbouwd vindt, maar waarvan ik denk dat de ambtenaren toch best een goede prestatie hebben neergezet. Want ik kan echt niet uitleggen, ook niet met het amendement van de heer Vermeulen. Dus dat is ook meteen een oproep aan hem. Als het amendement wordt aangenomen, maakt het niet dat de ambtenaren hier ineens kunnen vertellen dat dit toch een goed initiatief is. Dus u zult dat dan echt zelf moeten onderbouwen. Want ik kan het niet en de ambtenaren kunnen het ook niet. Want zeggen dat iets wel kan, maar vervolgens allerlei argumenten aangeven waarom het niet kan, maakt niet dat iets ineens kan. Dat wil ik u ook wel meegeven, want zo werkt het helaas niet. U heeft met elkaar kaders gesteld. Bijvoorbeeld dat er een hotelstop is. Bijvoorbeeld dat we niet te dicht op snelwegen kunnen komen. Bijvoorbeeld dat we in het kader van de Omgevingswet leefkwaliteit belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat we willen dat mensen niet op straat komen te staan. En dat was ook de vergelijking die ik maakte met de camping. Het gaat niet zozeer om de casus op zich. Het gaat erom dat we willen voorkomen dat daar straks mensen op straat worden gezet, omdat we moeten handhaven, omdat ze langer dan een half jaar blijven. Dat wil niemand hier. Ik heb volgens mij, voorzitter, de meeste vragen in ieder geval van GroenLinks heb ik de vragen beantwoord. En ook van HAP. Volgens mij heb ik de meeste vragen beantwoord. Ik ga even ophalen of er nog vragen onbeantwoord zijn gebleven. Meneer Staal, mevrouw Smant, had u nog onbeantwoorde vragen? Nee? Meneer Rip, had u nog onbeantwoorde vragen? Dat weet ik niet. Maar ik wil, als u het niet weet, dan weet ik het ook. Ik wil in ieder geval nog een vraag stellen. Mag dat? Ja, toch? Kijk, als ik het betoog van de wethouder wil wegen, dan vraag ik me echt af waarom, en mevrouw Smant heeft het al eens een keer gezegd, waarom we dit behandelen. Want er had toch bij de ondernemersplein had toch al lang een rood stoplicht moeten staan. Want we hebben geen shortstay-beleid. Het past niet op die plek. Dus meneer de initiatiefnemer, hartstikke leuk plan. Maar we moeten u teleurstellen. Nee, de deuren gaan open. Het gaat door alle afdelingen heen. En twee jaar later horen we, ja, het kan niet, want we hebben geen shortstay-beleid. We gaan door naar meneer Nobel. Voorzitter, iedereen die een aanvraag doet en om een uitspraak van het college vraagt, krijgt een uitspraak. En als ze die uitspraak niet krijgen, en dat heeft deze initiatiefnemer ook gedaan, dan kunnen ze zelfs dwangsommen vorderen om een uitspraak te krijgen. Dus hoe dan ook, wel of geen beleid, er zal een uitspraak moeten komen. We zullen toetsen aan het dan geldende beleid. Is er geen shortstay beleid, dan gaan we wel alle andere beleidszaken die we wel geregeld hebben met elkaar toetsen. Dus we zullen altijd met een antwoord komen. We zullen altijd toetsen. En het argument dat dit initiatief werd onthaald met van, nou, hartstikke goed initiatief. Nee, alle zijnde gingen juist op rood bij dit initiatief. Er is een hele lijst gekomen aan zaken waarvan we zeiden, dit kan niet op deze locatie. Los van of er wel of geen shortstay-beleid is, zijn er zoveel factoren waarom het op deze plek niet kan. En dat is ook aangegeven bij de voorlopige weigering. En het wordt nu eigenlijk gewoon opnieuw aangegeven. Er is alleen een wijziging in het LIB gekomen, dat klopt. Maar voor de rest zijn er nog heel veel punten, die heeft u zelf ook kunnen lezen, waar het niet aan voldoet. Dan gaan we terug naar meneer Staal. Die had toch nog een vraag. Ja, ik had een vraag die nog niet beantwoord was, voorzitter. En dat was waarom in het stuk staat dat het achtergebied met het kenmerkende opzet van de plek behouden moet blijven. En er wel al een logistieke functie is vergund daar. Dus dat het sowieso weggaat, maar dat is wel als argument aangedragen. Meneer Nobel. Ik heb begrepen, maar ik zou dan het eerdere initiatief er ook goed bij moeten pakken. Ik weet dat de stemming vanavond is, maar in ieder geval dat de boerderij blijft staan en dat daarmee ook dus een deel van de karakteristiek blijft, maar dat er achter wel een logistiek bedrijf komt. Ik durf niet precies te zeggen hoe dat met de poldering zit. Dat heb ik nu niet paraat, maar in ieder geval dat de boerderij blijft en daarachter dan het logistieke bedrijf. Eigenlijk conform het shortstay verhaal, de boerderij blijft daarachter shortstay. Meneer Vermeulen, op dit punt. Is de wethouder ervan op de hoogte dat voor de boerderij de sloopvergunning reeds is afgegeven? Meneer Nobel. Ja, voorzitter, nou zal ik ernaast zitten. Het vervelende is dat ik dat initiatief nu niet paraat heb. Ik ben in de veronderstelling dat die wel blijft staan, dat het logistieke bedrijf erachter komt te zitten. Normaal gesproken zou ik u dan vertellen, vindt u het goed als ik hier schriftelijk op terugkom? Ja, dat wordt in dit geval lastig. Wat ik kan doen is straks nog even met de ambtenaren schakelen van hoe zat het bij dat initiatief. Dat is ook niet het initiatief wat we hier behandelen. Dus ik zou u dat wel goed willen vertellen. Maar ja, ik hoop ook dat u begrijpt dat ik dat initiatief hier niet nu voor mijn neus heb liggen.
Dus dat is het beste wat ik kan doen. Dus als de heer, ik weet niet of de heer Vermeulen gelijk heeft. Ik zou dat graag willen checken. Neemt u hier genoegen mee, meneer Vermeulen? Ik heb dit antwoord vanmiddag gekregen van de advocaat van de aanvrager. En ik ga ervan uit dat hij mij echt de correcte informatie heeft gegeven. Ik wil één aanvullende vraag stellen aan de wethouder met uw permissie. En dat is of het gebruikelijk is en of het vaker voorkomt en dan wellicht buiten het zicht van de raad, dat aanvragen niet beoordeeld worden op hun inhoud, maar op de aannames van ambtenaren. Want dat vind ik eigenlijk wel een kwalijke zaak. Oeh, meneer Nobel. Ja, voorzitter, het is eigenlijk een motie van wantrouwen aan alle ambtenaren die hier werken. En dat vind ik toch wel heel moeilijk. Ik ga ervan uit dat iedere ambtenaar die hier werkt kijkt naar welke kaders zijn door de raad gesteld. Of zoals de heer Rip zou zeggen, we moeten de raad laten schitteren. De kaders zijn door de raad gesteld en daar wordt op getoetst. Als iemand een aanvraag doet waarin je kunt lezen dat niet sprake zal zijn van short stay, maar van wonen. En dat is de aanvraag die ze zelf hebben gedaan. Daar kan geen letter aan gewijzigd worden. Dan is het ook logisch dat ambtenaren gaan toetsen op wonen. Als er vervolgens aan de initiatiefnemer wordt gevraagd, ja, hoe moeten we dit nu zien? Short stay of wonen? Want u beschrijft een situatie waarin het lijkt op dat er langer dan een half jaar in deze locatie verbleven zal worden. Dan is het dus niet gek dat daar ook op getoetst wordt op het moment dat de initiatiefnemer dat zelf niet duidelijk kan onderbouwen. Het is aan de initiatiefnemer om dat goed te doen. U bent niet tevreden met het antwoord, begrijp ik. Nee, is de wethouder het met mij eens dat de zin lijkt op al aangeeft dat het gaat om een aanname? Daar ben ik met u eens. En nogmaals, het gaat erom dat de initiatiefnemer het zelf goed onderbouwt. Het is niet aan de ambtenaar om te gokken wat er wordt bedoeld. We kunnen straks ook in de tweede termijn een debat hebben. Dat wil ik met alle plezier doen, ja. Maar het is juist de wethouder die nou net aangeeft, die nou net bevestigt dat het natte vingerwerk is in plaats van iets feitelijks. Dat is uw conclusie. Dat is uw conclusie. Daar kan ik niet verder, ook niet veel aan doen. Meneer Meijer. Ja, ik hoorde vanmiddag de advocaat wel wat anders zeggen. Die zei, ze zouden de boerderij als beeldbepalend behouden. Dus die zou niet gesloopt worden, meneer Vermeulen. Er worden nu twee plannen door elkaar gehaald. Mevrouw Roos. Sorry, voorzitter. Het was een buiten deze discussie had ik de vraag over die capaciteit voor de controle. En dat de vraag was dus nu of dat er nu op short stay helemaal geen controle wordt uitgevoerd en dat dat dus op basis van vertrouwen gaat. Meneer Nobel. Ja, voorzitter, ik denk dat op het moment dat er... Er wordt nu niet actief gehandhaafd, dat kan ik zeker zeggen. Op het moment dat de handhavingsverzoeken binnenkomen, dan zal daar prioriteit aan moeten worden gegeven. En we kunnen nu al niet alles oppakken. Dus dat is hoe het nu zit. De portefeuillehouder handhaving is hier nu natuurlijk niet. Maar u weet net als ik dat we al met elkaar moeten prioriteren. En dat op dit soort zaken geen prioriteit zit. Alleen op het moment dat er heel veel handhavingsverzoeken binnenkomen, ja, kunnen ze misschien toch zeggen, nou laten we toch maar kijken. Maar in principe is er geen ruimte voor, zeker niet structureel. Dat is wat ik wil aangeven. Ik hoor u niet, voorzitter, maar u mij wel, hoop ik. Ik had nog één vraag openstaan en dat is van mevrouw Smand. Ja, een vraag aan de portefeuillehouder. In eerste instantie, wat we richting onze inwoners beogen, ook zeker richting onze ambtenaren en het college, we gaan uit van vertrouwen. Het vertrouwen dat deze aanvraag ook gewoon goed en correct beoordeeld is. Maar dat het gevoel van de spagaat waarin we zitten misschien ook wel aan het begin bij de ambtenaren en anderen die daarbij betrokken zijn, is ontstaan. Dus bent u het met mij eens dat een duidelijk beleid op het gebied van short stay gewoon heel veel ruis op de lijn had kunnen voorkomen en dat we dat echt nodig hebben, even ongeacht de uitkomst daarvan, en dat we dat echt nodig hebben om hier een weloverwogen besluit over te nemen? Meneer Nobel.
Ik ben het voor een heel groot deel met u eens, namelijk dat shortstay-beleid er zeker toe gaat bijdragen dat we bij volgende initiatieven beter kunnen toetsen wat vinden we wel of niet onder shortstay vallen. En dat zou ook bij dit initiatief voor een heel aantal punten betekenen. Nou, als het wel onder shortstay valt, hè, dan vallen deze argumenten weg. Nogmaals, het wonen shortstay-argument probeer ik even dan te laten wat het is. Tegelijkertijd zeg ik voor deze locatie, en dat gaf ik net ook aan, had de uitkomst niet uitgemaakt, ook al hadden we heel goed shortstay beleid, waar we echt met elkaar behoefte aan hebben, waar uw raad behoefte aan heeft en wat er ook snel moet komen. Op deze plek had het op een heel aantal andere kaders die niks met shortstay te maken hebben, hoe dan ook, niet gekund. Tevreden met het antwoord, mevrouw Smalt? Ja, tot op zekere hoogte. Ik vind het jammer dat de verbinding dan toch weer gemaakt wordt, dat als we, ook al hebben we het besluit niet, het beleid niet, dat het hiervoor niks had uitgemaakt. De zuiverheid van de beslissing en gewoon het goed doornemen met elkaar helpt gewoon in dit soort ingewikkelde kwesties. Dus vooruitlopen op een uitkomst, daar heb ik moeite mee. Dat is te begrijpen, dat is te begrijpen. Meneer Rip, die zag ik ook nog met de vinger omhoog net. Ja, ik ontkom er toch niet aan. Kijk, de raad die heeft, moet haar besluiten nemen op de stukken die ze krijgt. En er staat gewoon letterlijk, gewoon echt letterlijk in het raadvoorstel. Uit de aanvraag blijkt dat de accommodatie gebruikt gaat worden als shortstay logieverblijven met bijbehorende voorzieningen en flexwerkplekken. En als ik dan de checklist van de initiatiefnemer heb, dan staan er allemaal groene vinkjes. Dus het was voor mijn fractie ook zo moeilijk om één argument te verzinnen om het niet te doen. Het staat letterlijk in het raadsvoorstel dat uit de aanvraag blijkt dat het om shortstay gaat. En dat raadsvoorstel is voor ons leidend, want daar moeten wij onze conclusie en besluit uithalen. Ik vraag me dan ook echt, dus ik ben in verwarring, wat nou wel en niet geldt. Meneer Nobel, kunt u de verwarring bij meneer Rip wegnemen? Ik hoop het. In datzelfde raadsvoorstel staat natuurlijk ook dat, en dat staat ook heel goed uitgelegd, waarom we hier ervan uitgaan dat er juist geen sprake is van shortstay, maar waarom we zien dat op de manier waarop de aanvrager zelf de aanvraag heeft ingediend, we moeten toetsen op wonen. En ik denk dat het probleem hier is dat, al zou het wel onder shortstay vallen, al zouden we wel dat beleid hebben, dan blijven er nog steeds heel veel punten openstaan. En daar lijken een aantal mensen toch overheen te willen stappen, terwijl ook dat nog blijft staan. Dus naast het verhaal dat wij dit toetsen, in de toetsing zien als wonen, omdat er gewoon, als je kijkt naar de doelgroepen, kijkt naar de onderbouwing, we niet anders kunnen dan uitgaan van wonen, dan nog, al zou dat geregeld zijn, blijven er nog steeds heel veel punten openstaan waardoor het op deze plek niet kan. Helaas ook niet met nieuw beleid. En ik ben het met D66 eens. Het had beter geweest, dan hadden we het zorgvuldiger kunnen toetsen op een heel aantal punten. Maar op een aantal punten kunnen we al zorgvuldig toetsen. En daar komt gewoon een keiharde nee uit. Nou, dat is een mooie afronding van de beantwoording van het college. Ik weet niet of er nog behoefte is om in de raad om met elkaar in discussie te gaan. Ja, meneer Vermeulen, heeft u een opzet of een aanzet? Ah ja, ik wil het eigenlijk gewoon hebben over tijdelijkheid. Meneer Rip die sloot er mee af. Er ligt een aanvraag voor waaruit blijkt dat het gaat om shortstay, om tijdelijke bewoning, waarvoor geen regels gelden zoals voor wonen, waar het niet getoetst hoeft te worden aan geluid, waar we de boerderij behouden, die we graag willen behouden, waarvoor de sloopvergunning al reeds is afgegeven, mocht daar een logistiek centrum komen. En waar het mij nu om gaat, is wie op zoek is naar tijdelijke huisvesting en die daar terecht kan. Waarom gaan wij dat afwijzen? Waarom zouden er partijen zijn in deze raad die bereid zijn om dat af te wijzen op aannames, op veronderstellingen dat daar iets anders plaats gaat vinden? En inderdaad, net als meneer Rips zegt, wie is het niet met mij eens dat we af moeten gaan op de aanvraag en af moeten gaan op de conclusie zoals de organisatie die heeft getrokken in het raadsvoorstel, namelijk dat het gaat om shortstay. En wie het daar niet mee eens is, dat wil ik echt heel graag horen. Nou, die partijen gaan we nu zoeken.
Meneer Van der Peet was de eerste held en mevrouw Van Straten de tweede. Nou, voorzitter, ik denk dat het bijna een herhaling van zetten wordt. Want het is toch heel duidelijk gemaakt, net ook in de beantwoording, dat ik in de eerste termijn aangegeven. Er zijn zoveel meer punten dan alleen de discussie over short stay of wonen. Over verkeer, over allerlei andere argumenten. De locatie is gewoon heel erg belangrijk. Als u, nou, we rijden allemaal wel eens over die weg heen daar ook. Hoe druk het daar nu al is. Hoeveel er nog gebouwd wordt in Bad Hoeverdorp, in het centrum. Hoe het VSP Bad Hoeverdorp helemaal klem zit. Dat heeft toch invloed. Mevrouw Van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er werd hier een beetje frame gehaald van de tegenstelling tussen vertrouwen en wantrouwen. Maar ik zou hem anders willen neerleggen. Het gaat hier volgens mij om de tegenstelling tussen feitelijkheden, realiteitszin en wensdenken. En wat ons betreft houden wij ons bij de feitelijkheden en realiteitszin. En hoor ik echt andere partijen, zoals die partij van de heer Vermeulen, echt bezig zijn met wensdenken. En dat lijkt ons geen goede manier om beleid te maken en beslissingen te nemen. Duidelijk. Mevrouw Smant, daarna meneer Sidali. Dank u wel, voorzitter. Over verkeer, maar dan ga ik toch in de inhoud, maar ik wilde toch een opmerking over maken. Over verkeer. Het probleem in Bad Hoeverdorp is natuurlijk al bekend. En daarom vindt er ook een vervroegde evaluatie van het verkeersstructuurplan plaats. Omdat op meerdere punten de inrichting daar niet klopt. Dus ik denk niet dat hier door een short stay of een logistiek centrum heel veel aan zal veranderen. Het hele plan moet toch op de schop. Dus dat wil ik even meegeven, maar dat is inhoud. En verder wat betreft wensdenken en realiteit. Ik kan er heel erg met mevrouw Van Straten meegaan. Maar ik herhaal het nogmaals voor de juistheid, de zuiverheid, ongeacht de uitkomst van de beslissing, hebben we gevraagd om een shortstay-beleid, om daaraan te kunnen toetsen. Om het nu om een aanvraag gaat uit Bad Hoeverdorp, Krukiers, Vijfhuizen, maakt niet uit. Dat hebben we nodig. We hebben het niet. En zolang we het niet hebben, kunnen we het niet toetsen. Ongeacht de uitkomst. En daar zou ik de knip willen leggen. U bent duidelijk. Meneer Sidali. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is gewoon helder dat het hier gaat om short stay. In alles wordt dat ook, komt dat ook gewoon terug. Maar het college shockt wanneer het gaat over argumenten, soms bij wonen. Dat zie je ook met die verkeers, 824. Ja, maar dat gaat het over wonen. Het gaat hier over short stay. En dat wordt alles wordt dan door elkaar gehaald. Ja, de Partij van de Arbeid ziet hier echt een hond, het blaft ook als een hond, maar het college ziet een muis. En beoordeelt het dan ook als een muis. En dat vind ik echt kwalijk. Dit is gewoon een short stay en dat is ook de aanvraag die gedaan is. En daar moet je het ook beoordelen. Dus voorzitter, antwoord op Forza. Wij geloven er echt in en we hebben er alle vertrouwen in dat de initiatiefnemer ook zich houdt aan de short stay en ook de regels die daarvoor gelden. Dank u wel. Meneer Rip, ook nog een bijdrage? Jazeker, want wij hebben er heel nauwkeurig naar gekeken, naar dit onderwerp. Vandaar ook dat wij die stelling zo hebben neergelegd, zoals we hem hebben neergelegd. Omdat we geen aanknopingspunten zien om ergens nee tegen te zeggen als er een paar honderd meter verderop bij Corendum wel ruimte is gecreëerd om een short stay mogelijkheid te creëren. Terwijl de definitie van short stay, mevrouw Smant zei het heel terecht, niet helemaal niet meneer, uitgaat. Meneer Rip, u krijgt een interruptie van de heer Van der Peet. Ik hoor het en zie het. Meneer Rip, u bent het toch met mij eens dat daar gewoon een hotel staat, waar ook een aantal short stay appartementen staan. Maar hoofdzaak is gewoon een hotel, is logies. Dat is hier niet aan de orde. Meneer Rip. Ja, daar ben ik natuurlijk niet met u eens. Want omdat dit het hotel heet, dan is het gewoon heel makkelijk. En zijn het doelgroepen, maakt het allemaal niet uit wat je daar. Er is gewoon short stay. En er is een definitie van short stay opgenomen. Sterker nog, het bestemmingsplan is daarvoor ook speciaal gewijzigd. En als dat zo is, dan moeten we ook diezelfde definitie kunnen toepassen op het moment dat je geen Corendon heet. En dat je een aanvraag indient. En daar zit mijn punt ook over de ja-mitshouding.
Ik wil wel eens weten van, kijk, als die aanvraag al heel enthousiast studenten er hebt ingeschreven, maar het is toevallig, dat is nou net het haakje waarop je op wonen toetst. Ja, dan had ik, denk ik, graag willen zien van nou aanvragen, als we het iets anders formuleren, dan past het wel beter in het short stay systeem, hè, zou ik maar zeggen, die aanvraag. En die ja-mitshouding, die haal ik er dus niet uit. Want ik kom erachter dat ik een motie heb gemaakt en ingediend met velen en meerderheid, dat die in uitvoering is geweest bij het college, maar dat het geen bal had uitgemaakt. Want op deze locatie maakt short stay beleid helemaal geen indruk. En dan denk ik, dan is de raad niet in positie om te schitteren, maar dan is de raad eigenlijk in positie om te schutteren. En daar heb ik helemaal geen zin in. U bent duidelijk, meneer Rip. Meneer Van der Peet. Ja, nog even verduidelijking. Want volgens mij hebben we met z'n allen een motie aangenomen om short stay beleid te maken. En niet om een initiatief aan Sloterweg zoveel door te laten gaan. We hebben een hele brede motie om beleid te ontwikkelen. En het is niet het doel geweest om dit initiatief door te laten gaan. Dat lijkt u nu blijken. Nee, daar wil meneer Rip nog even op antwoorden. Ja, daar wil ik zeker op antwoorden. U stond namelijk ook op die motie. En die motie was het gevolg van de beraadslagingen van 6 juli 2023. En uit die beraadslagingen kwam naar voren dat het college geen toetsingkader had. En we zijn met elkaar, hebben toen de handdoek opgepakt en gezegd, nou, dan moeten we een toetsingkader hebben. Dan kunnen we het nu niet beoordelen en dan moeten we een toetsingkader hebben. Er ligt nu geen toetsingkader. En vervolgens hoor ik nu vanavond dat het eigenlijk helemaal niet nodig is, want op deze locatie kan het om allerlei andere redenen niet. Meneer Vermeulen krijgt eerst het woord, dan mevrouw Verstraeten en dan... Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil dan toch naar meneer Van der Peet. Natuurlijk maken we niet voor één casus, gaan we natuurlijk geen beleid maken, maar we willen wel graag, als zo'n casus zich voordoet, aan beleid kunnen toetsen. En dan wil ik eigenlijk naar u toe, als we dan gaan kijken naar wat er gedaan is voor Corendon, waar eigenlijk het beleid wat we niet hebben geïntegreerd is in het bestemmingsplan. Bent u het dan met me eens dat wij andere partijen die zo'n aanvraag doen, bij gebrek aan los beleid, dat we die langs diezelfde meetlat mogen leggen als we bij Corendon hebben gedaan, waar 250 shortstay appartementen zijn gemaakt. En omdat Corendon toevallig ook een hotel exploiteert, zegt dat natuurlijk niets over de shortstay, want shortstay is shortstay. En bent u het dan met me eens dat dat de enige meetlat is waar we langs moeten beoordelen? Mevrouw Verstraeten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben toch bang dat de heer Rip in zijn eigen tunnelvisie is terechtgekomen. Want ook vorige keer toen er hierover werd gesproken, zijn al die andere argumenten die hier ook weer aangehaald worden ook al benoemd. Dus het is echt ook een beetje de eigen tunnelvisie dat alleen shortstay het gegeven zou zijn geweest waarom het niet door kon gaan. Want er zijn legio-argumenten genoemd in het raadsvoorstel ook waarom het niet door zou kunnen gaan. En die werden een half jaar geleden ook genoemd. Gaan we door naar mevrouw Hup. En daarna komt meneer Klein en daarna meneer Vermeulen. Oh, sorry, meneer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde eigenlijk... Ja, het wordt al laat vanavond. Het is 9:50, normaal. Nou, voorzitter. Ik wilde eigenlijk nog even terugkomen op die muis van de heer Sidali. Ik denk namelijk dat het eerder een konijn is. Het ziet er zo op het eerste oog heel aaibaar uit. Maar geloof me, ze kunnen heel hard bijten. Kijk, ik denk dat dit plan ons uiteindelijk gaat bijten in de uitvoering. Dus nog even mijn inbreng, voorzitter. Wij blijven openstaan voor gewijzigd initiatief. Maar dan moet het wel passen binnen onze gemeente. Dus laten we eerst beleid maken, dan daarop gaan toetsen. Dan kijken we verder. Dit initiatief, hoe het nu voor ligt, we kunnen er lang over debatteren. Zelfs in de nacht nu, maar ja, we komen er denk ik niet uit. We moeten gaan stemmen, want volgens mij hebben we ook te maken met een dwangsom. Hoe langer we wachten, hoe meer geld het gaat kosten. En als we het wel gaan doen, ja, dan gaat het ook geld kosten. Want waar huisvesten we straks die mensen na 6 maanden? Vertel het maar, voorzitter. Ik ga het u niet vertellen, meneer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Even teruggekomen, meneer Vermeulen, voor u. Meneer, u zegt Corendon als het heilige, meneer Vermeulen. Hij luistert, gelukkig. U roept Corendon als het heilige paard, waar alles mag en alles kan en zij hebben alle macht. Dat is zwaar kwats.
Want het is, Corendon ligt een heel stuk van het andere plek af. Die ligt niet naast de vervuilende A9, want absoluut niet. Ligt niet tegen Schiphol de LIB-zone aan. Dus die heeft heel anders. Anders had Corendon never nooit, ik mag even mijn verhaal afmaken, never nooit een hotel in Den beginnen mogen bouwen. Het is eerst een hotel geweest en later hebben ze een aantal leegstaande appartementen omgezet naar short stay. We hangen ons allemaal vast aan het woord short stay. Dat heeft ook de ontwikkelaar bedacht. Want een hotel mag niet. Je mag daar niet wonen. Dus wat is de maas in de wet? Short stay, daar hebben we helemaal geen beleid voor. Hé, dat komt uitstekend uit. Maar het is niet. Er zitten een aantal omgevings- en milieufactoren eromheen wat niet werkt. Ik heb toen straks een aanvraag gedaan. Sorry, goed. Het is geen gezond gebied daar. Ook niet voor straks de nieuwe bewoners van. Gaan we door naar meneer Vermeulen. Om dit onderwerp waarschijnlijk af te ronden. Nou, ik dacht het niet. Ik werd op dit moment voorzitter, werd ik aangesproken dat bij Corendon dat er een hele gezonde situatie is. Die ligt ten eerste niet langs de snelweg. Nou, meneer, ik weet dat meneer Spijker geen auto rijdt, dus hij zal weinig op de snelweg zitten, maar het ligt er toch echt pal tegen aan. Maar wat nog veel belangrijker is, het ligt pal tegen Schuilhoeven aan. En bij Schuilhoeven heeft de gemeente een hele strijd gehad met de KLM. Heeft de Raad van State bepaald hoe ongelooflijk ongezond het is om daar te wonen. En waar u het dan vandaan haalt dat het dan pal daarnaast, of eigenlijk dezelfde locatie, ongelooflijk geschikt zou zijn, maar op dat stukje langs de A9 achter de geluidsscherm niet. Dan bent u me helemaal kwijt, meneer Spijker. Gaan we door naar meneer Van der Peet. Ja, voorzitter, want even geleden had meneer Vermeulen nog een vraag aan mij. Kijk, we kennen allemaal, denk ik, hebben we hier de aanvraag van hoe toen het gegaan is met Corendon niet bij de hand. Maar vermoedelijk, want dat is ook in het stuk van wat hiervoor ligt in het raadsvoorstel benoemd. Hè, ga je nou beoordelen op wonen of op logies? Logies is hotel. Kennelijk is toen aannemelijk gemaakt, we moeten op logies beoordelen. Nou, prima, dat is dus een hotel. Had hier ook kunnen gebeuren, waar het niet dat we een hotelstop hebben. Die hadden we toen nog niet. En dat is volgens mij wat hier aan de orde is. Dus het heeft echt te maken van, hoe is het voorstel? Gaat het dan naar wonen of naar logies? Had hier in het voorstel ook duidelijker geweest dat die logiefunctie was geweest? Dan hadden we moeten toetsen aan het beleid wat we wel hebben voor hotels, logies. En dan kan de hotelstop in beeld. Mevrouw Smant, dan mevrouw Verstraeten en dan mag meneer Rip ook nog horen. Dank u wel, voorzitter. Als reactie op meneer Van der Peet. En dat is nu precies waarom we een beleid op het gebied van short stay nodig hebben. Omdat het geen wonen is, want dan had het wel wonen geheten. Het is geen logies, want dan had het wel logies geheten. Het heet short stay en heeft een eigen benadering en een eigen beleid nodig. Dus alles wat je erbij haalt wat geen short stay beleid is, dat wordt gekunsteld en ingewikkeld. En dat moeten we niet willen. Meneer Van der Peet. Nou, dat ben ik helemaal met u eens, mevrouw Smalt. En daarom ben ik het ook helemaal niet eens dat we zo vaak de link leggen met Corendon. Want het is appels met peren vergelijken. Ik ben heel erg met u eens. We moeten duidelijk shortstay-beleid hebben. En dan gaat daar nog steeds uitkomen, hè, gezien de locatie van die shortstay, dat er een heleboel argumenten zijn waarom je het op deze plek niet zou moeten willen. Maar dat het shortstay-beleid moet komen, daarom hebben we die motie ook gemaakt. Zodat het niet alleen voor dit initiatief, maar voor alle initiatieven in de Haarlemmermeer meer duidelijk wordt. Mevrouw Smal. Nog even een korte reactie op meneer Van der Peet, voorzitter. Nogmaals, ik heb een bezwaar tegen dat vooruitlopend op een beleid wat we nog niet hebben, toch al de conclusie hier de raadzaal in wordt gegooid, dat het waarschijnlijk toch afgewezen wordt. Dat is aan de raad en dat is een proces wat we gewoon even netjes door moeten lopen met elkaar. En daar was die motie voor bedoeld. Meneer Rip. Ja, ik wil even reageren op mevrouw Verstraeten. Want die zetten ons even in een tunnelvisie. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik rij graag door een tunnel heen. Maar ik wil even mevrouw Verstraeten er toch aan helpen herinneren dat 6 juli 2023 heel veel argumenten over tafel gingen. En we zijn een half jaar verder en ik constateer dat aan de ene zijde, aan de initiatiefnemerkant, een timmerman staat. Die zijn timmermansdiploma heeft gehaald. En die een checklist heeft. En die al die checklisten afgewerkt. En aan de andere kant de controlerende timmerman. Zelfde opleiding.
En die heeft ook een checklist en die heeft dezelfde casus en opeens staat alles op rood. Is mevrouw Verstraeten dan met mij eens dat er dan toch wel iets aan de hand is? Dat is niet helemaal goed. Kijk, we kunnen met z'n allen kijken naar de aarde en de een zegt die is plat en de ander zegt die is rond. Maar uiteindelijk komt er iets uit dat er een compromis zou zijn. Dus, mevrouw Verstraeten zal er best een antwoord op hebben. Dat hoop ik wel. Dan kunnen we samen naar de tunnel. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kijk er eerlijk gezegd niet zoveel van op. Want dat is volgens mij waar we iedere dag mee bezig zijn. We zijn belangen aan het afwegen. En de ene heeft groene streepjes, omdat dat past binnen zijn of haar belang. En wij hebben hier misschien rode streepjes, omdat we kijken naar het algemeen belang. En dat is hier de afweging die gemaakt wordt. Dus ik kijk er niet zo van op dat daar af en toe een tegenstelling in zit. En aan onze taak om dan te oordelen wat in het algemeen belang is. En dat zijn we hier aan doen. En ik wilde nu het woord geven aan meneer Vermeulen om dit onderwerp af te ronden. En ik denk toch dat we allemaal eigenlijk wel aan onze trekken zijn gekomen om onze meningen hier te poneren, toch? Ik ga het onderwerp afronden. Meneer Vermeulen, u het woord. Ja. Aan het begin zei ik in mijn bijdrage dat dit het slechtste raadsvoorstel was wat ik ooit had gezien. En aan het eind van de avond ben ik van die mening niet veranderd. We hebben een raadsvoorstel wat uitgaat van een situatie die alleen nog nu in de realiteit bestaat, maar waar nu blijkt dat daar een logistiek centrum is vergund, waar afwijzingen worden gedaan op basis van de huidige situatie en niet op de situatie die er zou kunnen komen als daar een logistiek centrum komt, waar redenen voor afwijzingen worden bedacht alsof het daar om woningen gaat in plaats van de shortstay die de aanvrager heeft gedaan. En daarmee denk ik dat het een zwarte dag voor de gemeente zou zijn als mensen tegen ons amendement stemmen en dit niet vergund wordt. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Vermeulen. En het is 10:00 geworden. En we hebben dit onderwerp uitgebreid kunnen bespreken. Het staat vanavond ook op de stemminglijst. Dus u kunt uw mening duidelijk maken. En hier sluit ik bij deze sessie. Dank u wel. Ik heb ervan genoten.